Je wilt het ook heel graag hebben over Jeroen Willems. Jeroen Willems, ja. Non c'è come la lascia. Vai la cosa, dammi a bere il rosso. Dammi il rosso qua. Dammi il rosso qua. Sì. Subito, subito lo dammi. No, 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 non fai il pezzo. Busta, che non sa. Altijd onfeilbaar op de juiste plaats aanwezig. Ah ja, die toren. Ja, ja, die is gigantisch namelijk. Ja. Kijk. Ja. Ja. Ja, dit moment kan ik me nog heel goed herinneren. Ik weet je voorstelling in de stad Schouwburg gezien in Amsterdam. In Amsterdam, oké. En die tong, ja, die beviel je wel. Die tong was al een hele lange tong had hier. Maar het is ook het schaamteloze misschien wel, hè? Of wat is het eigenlijk? Wat zie je als je naar hem kijkt? Ik weet niet of ik het schaamteloos wil noemen. Ik noem het vooral zo vol in het moment. En daar ligt voor mij heel erg de essentie van acteren ook. Zo in het hier en nu. Elke avond, ook al heb ik een 80 keer gespeelde voorstelling, is weer een nieuwe avond, is weer opnieuw beginnen en opnieuw uitzoeken en uitvinden. En dat maakt acteren ook gewoon elke keer weer een uitdaging. En tof en leuk. En, ja, en Jeroen heeft gewoon dat ongelofelijke talent om dat in ieder geval mij over te brengen. Dat ik steeds naar hem kijk en denk, jeetje. Ja, dat ik gewoon helemaal meega. Ik bedoel, twee stemmen, dat gaat ergens over. Wat ik totaal niet interessant vind. Het morele verval van de machthebbers, daar gaat het ja, precies, over. Een aantal machthebbers die ja, je hoort praten. Maar de manier waarop hij dat doet, waarop hij zes personages voor je ogen creëert. En van het een op het andere moment, zoals je ook net ziet. Ik bedoel, hij staat op en hij doet zijn bril af en hij gaat gelijk anders staan. En hij is gelijk een andere man. Het is inspiratie. Inspiratie en de motivatie van dat alleen op toneel staan en een verhaal vertellen. In de vorm van een monoloog. En het juist in andere karakters schieten. En als je het dan hebt over alles uit het moment halen waar je net aan refereerde. Ja. Je refereerde aan het vriendje van je dat overleden is, voelde, ja, die vol plannen was. Hij was ook plotsklaps weg. Ja. 50 was hij pas, in ja, december 2012. Ja, verschrikkelijk. Betekent dat, ja, ook nog iets? Althans, zegt dat iets of... Nou, het zegt vooral dat we een groot, groot kunstenaar missen. Nou, dan zou ik zeggen... En dat is ook absoluut erfgoed. Erfgoed. Op, ja, naar je eigen erfgoed. Ja. Naar branden. Ja. Dankjewel. En veel succes daarmee. Dank je.